Tijdens je zwangerschap komt er veel op je af. Van bezoeken aan de verloskundige of gynaecoloog tot het inrichten van de babykamer. Ook op het gebied van gezonde en veilige voeding zijn er een aantal dingen extra belangrijk als je zwanger bent. In deze serie praat ik je bij over goed eten tijdens je zwangerschap. Je kunt prima vegetarisch eten als je zwanger bent. Dat is een kwestie van je vlees goed vervangen, zodat je alle voedingsstoffen binnenkrijgt die je nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan eiwit, ijzer, vitamine B1 en vitamine B12. In deze aflevering ga ik samen met Annelies, die vegetariër is, vertellen waar je op let als je zwanger bent en geen vlees en vis eet. Het klopt inderdaad dat ik vegetarisch eet, ook nu ik zwanger ben. Hoe zorg ik dat ik voldoende ijzer binnenkrijg? Nou, je hebt vlees niet nodig om genoeg ijzer binnen te krijgen. Dat kun je ook uit andere producten halen, zoals ei, maar ook uit plantaardige producten, zoals er hier een paar staan, hè. Volkoren graanproducten, zoals volkoren brood, groene groenten, zoals spinazie, peulvruchten, zoals kikkererwten en ongezouten noten bijvoorbeeld. Tijdens de zwangerschap worden je bloedwaarden gecontroleerd, hè, op ijzer. En als je nou een tekort hebt, dan kan je verloskundige of gynaecoloog een supplement voorschrijven. Ja, dat heb ik inderdaad ook gekregen, een ijzersupplement. Ja. Ik slik daarnaast ook een supplement voor omega-3 vetzuren. Dat haal ik uit algeolie. Ja, heel goed. Ja, als je geen vis eet ook, als je zwanger bent, dan is het advies om een supplement te nemen met 250 tot 450 milligram DHA. En dat is een bepaald type omega-3 vetzuur. En dat doe je omdat die omega-3 vetzuren helpen bij de ontwikkeling van de hersenen en het zicht van je ongeboren baby. En zitten er nog meer voedingsstoffen in vis waar ik op zou moeten letten dat ik die binnenkrijg? Nou, er zit ook jodium in vis bijvoorbeeld. Dus als je geen vis eet, is het advies om in ieder geval 5 boterhammen te eten en 3 tot 4 porties zuivel. Daar haal je dan ook de jodium uit. Ja. Twijfel je nou of je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt? Vul dan een aantal dagen een online eetdagboek in. Bijvoorbeeld de eetmeter van het voedingscentrum. Ja, bij de warme maaltijd neem ik vaak ook iets van tempeh of tofu of sojabonen. Ik heb iets gehoord over dat je dat niet te veel mag eten. Hoe zit dat? Ja, in principe kun je die producten gewoon eten tijdens je zwangerschap. Alleen als je ook je zuivel vervangt door sojadrink of sojadessert bijvoorbeeld, dan is het advies om uit voorzorg niet vaker dan 2 keer in de week iets van tofu, tempeh en sojabonen bij de warme maaltijd te nemen. En dat komt omdat er zogenaamde isoflavonen in soja zitten. En in grote hoeveelheden kunnen die mogelijk schadelijk zijn voor je baby. Maar als je gewoon zuivel gebruikt, dan kun je prima deze producten bij je warme maaltijd nemen. En kan ik dan niet beter haver of rijst drink gebruiken in plaats van soja? Ja, in principe is een verrijkte sojadrink het meest volwaardige alternatief voor zuivel. En we zien dat andere producten in de praktijk gewoon vaak te weinig eiwit en andere voedingsstoffen bevatten. Ja, ik maak ook veel vleesvervangers zelf, bijvoorbeeld op basis van peulvruchten. Waar moet ik op letten qua voedingsstoffen? Dan kun je bijvoorbeeld denken aan ei, aan tofu, aan tempeh, aan peulvruchten. Daar zit ijzer in, eiwit en vitamine B1 en zijn dus goede vleesvervangers. Ik ben hoogzwanger en mijn energie is wat minder, dus ik koop ze nu ook wat vaker in de winkel. Waar moet ik dan op letten? Ja, ook bij kant-en-klare vleesvervangers let je erop dat er genoeg eiwit in zit en dat er ijzer aan is toegevoegd en vitamine B1 of vitamine B12. Dat is lang niet altijd het geval. En die kant-en-klare vleesvervangers zijn ook vaak behoorlijk zout. Dus draai een aantal verpakkingen om en vergelijk etiketten met elkaar. En kies dan de variant met het minste zout erin. Zou je veganistisch eten tijdens de zwangerschap ook aanraden? Als je veganistisch eet tijdens je zwangerschap of grotendeels plantaardig, dan loop je wel iets meer risico op tekorten aan bijvoorbeeld jodium, calcium, ijzer, vitamine B12 en omega-3 vetzuren. Dus ik zou, als je bijna helemaal plantaardig eet, altijd advies inwinnen van een diëtist. Die kan kijken wat haalbaar is voor jou en welke supplementen aanvullend nodig zijn. Dus altijd even checken bij een professional of je voldoende binnenkrijgt voor je ongeboren kindje. Precies, hij of zij kan advies op maat geven. Wil je nou meer weten over gezond en veilig eten tijdens de zwangerschap? Neem dan een kijkje op voedingscentrum.nl/zwanger.